Vrienden, hier zijn we opnieuw met de handelingen van de apostelen en vandaag is het 24 april. Gisteren was er grote spanning voelbaar in de lezing. De laatste woorden die we gisteren hoorden waren, toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en besloten hen te doden. Zij, het gaat over het Sanhedrin, het Joodse gerechtshof. U zal misschien in de voorbije dagen de indruk hebben gehad, maar die spanning met het jodendom, was die massief? Was er dan geen enkele beweging en geen enkele verscheidenheid onder die Joodse autoriteiten? Moeten we iedereen in hetzelfde bootje, in hetzelfde pakje schuiven? Wel nu het antwoord is nee, er zat verscheidenheid in die groep. En het is Lucas er niet om te doen om alle Joodse autoriteiten op eenzelfde manier voor te stellen. Integendeel, uitgerekend Lucas brengt nuance en verschil aan tussen die verschillende geledingen en componenten van het Sanhedrin en de Joodse overheden. Over die verscheidenheid gaat het grootste stuk van de lezing vandaag. Hoe zat het jodendom toen in elkaar? Welke groepen en bewegingen, strekkingen waren er? En hoe verhielden zij zich tegenover de apostelen? Bepaalde groepen waren duidelijk principieel tegen de apostelen. Dat waren onder andere de hoge priesters en de sadduceen. De hoge priesters van de tempel hadden het al niet voor Jezus gehad. Herinner je onder meer de tempelreiniging, waar Jezus de handelaars wegdrijft uit de tempel en zegt: Maak toch van het huis van mijn vader geen markthaal? En herinner je ook hoe hij gezegd had: Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herreizen. Jezus was niet gebonden aan de tempel, maar ze zullen het hem ten kwade blijven duiden, ook de apostelen. Wie ook niet voor Jezus en de apostelen nu waren, zijn de Sadduceeën. Een belangrijke Joodse beweging, maar die niet kan geloven in een leven na de dood. In een vorm van verrijzenis. Nu is de verrijzenis de kern van de verkondiging van de apostelen. Over die kern heen, over die lijn heen, willen zij en kunnen zij niet gaan. Het mag niet kunnen datgene waarin zij niet geloven. Een beetje minder vijandig, meer genuanceerd stonden de Fariseeën tegenover Jezus en de Apostelen. En dat mag misschien op het eerste gezicht wat vertrouwen, omdat juist het woord Farizeer zulk een negatieve bijklank heeft gekregen, en niet helemaal terecht. Onder de Fariseeën waren er een aantal die wel degelijk belangstelling hadden. eerst voor Jezus en nadien ook voor de Apostelen. Ik wil nu eens twee namen naar voren halen. De tweede zit in de lezing van vandaag, maar de eerste is die van Nicodemus. Nicodemus kennen we niet uit het evangelie van Lucas, maar vooral uit het evangelie van Johannes. Nicodemus, van hem weten we, hij was een fariseer en hij was ook lid van het Sanhedrin. Een vooraanstaande Joodse vertegenwoordiger. Drie keer komt die Nicodemus voor in het evangelie van Johannes. Er wordt van hem gezegd dat hij s'nachts wanneer het donker is en hij door de anderen niet kan gezien worden of betrapt, dat hij s'nachts met Jezus gaat spreken. Er wordt ook van hem gezegd dat hij Jezus openlijk verdedigt en voor hem pleit in het Sanhedrin, wanneer Jezus zich daar moest verantwoorden. En die Nicodemus is er ook na Jezus dood bij zijn begrafenis, zijn begrafenis in het graf van Jozef van Arimathea. Nicodemus is al een eerste uitzondering. En de tweede uitzondering die horen we vandaag in. De, ...de handelingen, namelijk Gamaliel. Gamaliel was ook een fariseer, lid van het Sanhedrin... ...een wetgeleerde, zegt de tekst, die bij het hele volk in de gunst stond. En ook uit andere bronnen, buiten bijbelse bronnen, weten we... ...van die Gamaliel dat hij een vooraanstaande Joodse geleerde was... ...een wetsgeleerde, maar gekend voor zijn ruimdenkendheid... Zijn menselijkheid, zijn mildheid en gematigdheid. Een beetje verder in handelingen zal zijn naam nog eens terugkomen. Wanneer Paulus het heeft over zijn opleiding, zijn vorming als jood, zal hij zeggen: Ik ben in de leerschool geweest bij Gamaliel. En als naam van de professor die hij had gehad, was dat een naam met klank en faam. Die Gamaliel, die zullen we aan het woord horen in het Sanhedrin van uh, vandaag. En Gamaliel zal daar zeggen: Wat ons geval betreft, zeg ik u, bemoei u niet met deze mensen, maar laat ze hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan. Anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt. Ze lieten zich door hem overreden. Gamaliel heeft gesproken en ze laten zich door hem overtuigen. En wat Gamaliel inbrengt, is eigenlijk een, gezond, een vorm van gezond verstand: ofwel gaat het van God uit en dan zullen we het niet tegenhouden. Ofwel gaat het niet van God uit en dan zal het vanzelf stilvallen. Je moet er dus niet tegen vechten. Het is een kwestie van gezond verstand. Maar het is ook een kwestie van gelovig verstand. Dat is nog iets anders dan gezond verstand. Gelovig verstand. Gamaliel weet: als God ermee te maken heeft, ja, dan zal het doorgaan. Dan staan ze sterk. Dan zitten ze op de waarheid. En de waarheid leidt tot het leven. Ofwel zitten ze niet op het spoor van God. En als God er niet mee te maken heeft, vecht er dan niet tegen, dan zal het verzelf verdwijnen. Gelovig verstand. Dat tegelijkertijd ook een uitdrukking is van wat Lucas denkt. Wat hier gebeurt, is inderdaad het werk van God. En zelfs de hardste tegenkrachten zullen niet in staat zijn om het uiteen te slaan. En hoe verder we zullen lezen in handelingen, hoe meer Gamaliel en hoe meer Lucas op dit punt gelijk zullen krijgen. Hoe loopt het verhaal verder? Gisteren was de conclusie. Toen zij dit hoorden, besloten ze hen te doden. Zullen ze gedood worden? Nee, ze zullen geluk hebben dankzij Gamaliel, die Fariseese jood. Hij slaagt erin om hen van de dood te redden. Maar niet van de stokslagen. Ze kregen stokslagen. Wat zijn die stokslagen in het Nieuwe Testament, ook in handelingen? We zullen er nog van horen. Volgens de Bijbelkennis gaat het om de 40-1 stokslagen. 40-1, dat zijn er nog altijd 39. En met een stok. En men sloeg er niet naast. Dat is toch al een niet. Lichte straf voor iets wat je bovendien niet gedaan hebt. Ze zullen nog terugkeren, namelijk bij Paulus die 40-1. En tenslotte wil ik nog twee vlaggetjes zetten bij de lezing van vandaag en de laatste regels. Het eerste vlaggetje is dit. Gisteren vertelde ik u al kort hoe belangrijk die uitdrukking is in de naam van Jezus Christus. Into Annomati Jezus Christus. Wat doen de leerlingen in de naam van Jezus Christus? Let straks op twee dingen. Eén, ze spreken in de naam van Jezus Christus, wat hun wordt verboden. Maar twee, ze prijzen zich ook dat ze kunnen smaatleiden omwille van de naam van Jezus Christus. Spreken in de naam van Jezus en smaatleiden. In de naam van Jezus. Het hoort bij elkaar. En ook smaat omwille van de naam van Jezus is een vorm van getuigenis. Hoeveel generaties van christenen hebben niet de eeuwen door op die manier moeten getuigen van Jezus Christus, namelijk door smaat voor Hem te lijden. En dat lijden te ervaren, aan te bieden, als hun bijdrage tot het getuigenis voor de levende Heer. En het laatste waar ik een vlaggetje bij plaats, helemaal aan het einde, zul je horen. Ze gingen door met dagelijks in de tempel en in de huizen. onderricht te geven en de blijde boodschap te verkondigen dat Jezus de Messias is. Waar doen ze het? In de tempel en in de huizen. In de twee, voor mensen publiek en voor mensen privaat. Voor mensen in een religieus gebouw verzameld, maar ook voor mensen daar waar hun familiaal persoonlijk leven zich afspeelt. Je kunt je afvragen of wij vandaag niet te veel doen in de kerk, op school, in de beweging en net iets te weinig bij ons thuis. En misschien dat het coronavirus ons. Daartoe opnieuw zal uitnodigen en een beetje triggeren om opnieuw thuis iets meer te maken van ons geloofsleven. En dan wil ik eindigen met de lezing. In die dagen was er in het Sanhedrin een fariseer, Gamaliel, een wetgeleerde die bij het hele volk in aanzien stond. Hij liet de apostelen een ogenblik naar buiten brengen. Daarop zei hij, mannen van Israël, bedenkt wel wat gij met deze mannen gaat doen. Voor onze tijd immers trad Teudas op, die beweerde dat hij iemand van betekenis was, en bij wie zich een groep van ongeveer 400 man aansloot. Hij werd gedood en allen die op hem vertrouwden werden uiteengejaagd. Na hem, in de dagen van de volkstelling, trad Judas de Galileer op. Hij sleepte veel volk mee en allen die op hem vertrouwden werden verstrooid. Wat ons geval nu betreft, zeg ik u, bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitdraaien. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan. Anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt. Ze lieten zich door hem overreden. Ze riepen de apostelen, lieten hen geestelen, verboden hen te spreken in de naam van Jezus en stelden hen in vrijheid. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam van Jezus. Zij gingen door met dagelijks in de tempel en in de huizen onderricht te geven, en de blijde boodschap te verkondigen dat Jezus de Messias is.